Ik zal vast wel denken, waarom loopt die gast met een zonnebril en met een mes? Ja, dat gaan we dus nu zien. Welkom bij deze nieuwe video. In deze video gaan wij een pakketje unboxen van Koopje Gadget. Ik ga jullie niet alles uitleggen van de site, want dat zou een hele saaie, langdradige video worden. Je begrijpt me wel. We beginnen gewoon eerst eens even met de site te bekijken. Hier zie je verschillende gasbranders, aanstekers, aanstekergas, noem het maar op. Super vette dingen. Neem eens een kijkje. Hij heeft ook heel veel zonnebrillen en het valt me op dat hij zelfs houten zonnebrillen heeft. Daar was ik wel heel erg benieuwd naar. Sterker nog, hij heeft zelfs messen. Nou ja, ieder wie heeft dat nou niet nodig. Als je veel bestelt moet je je pakketjes open kunnen maken. Heel erg handig. Het zijn leuke, kleine, compacte mesjes. En vooral hier had ik interesse naar de powerbank. Handig voor als je naar de Zena Trophy gaat natuurlijk. Hier heeft zelfs horloges, fidget spinners. Echt, het is bizar. Ik kan het allemaal in de details aan jullie laten zien. Maar jullie zien het hier even heel snel. Ben je nou gewoon eens even benieuwd naar die site? Wil je nou ook eens wat leuks bestellen? Wat gasbrandertjes? Neem dan eens een kijkje op de site. Ik zet de link in de beschrijving. Deze bestelling was op zich niet heel duur. Hij was €28,50. Daar heb je toch best wel een hoop voor. Nou, we laten nu wat dingen zien. We hebben deze Quattro Torch gekocht. Nou, ik vind hem best wel leuk. Het is een leuk systeem. Hij is 3 pits. Eigenlijk 3 branders in één, zoals je ziet. Er kan best veel gas in. Hij werkt lekker mee. Hij ligt goed in de hand. Ja, zeker een top dingetje. Voor 3 stuks is €15. En als je hem loskoopt is hij geloof ik €8 of zo. Nou, dat valt allemaal reuze mee. Vlam is ook verstelbaar. Hij staat hier nog niet op zijn hoogst. Deze vind ik zelf heel erg vet. Het is een van mijn favoriete branders. Hij is van Eurojet. Het is de Quattro Torch. Nou, waarom Quattro? Quattro betekent 4, dus je raadt het al. Het is 4 pits. Nou, dat niet alleen. Hij ligt ook gewoon goed in de hand. Het is echt een top dingetje. Deze raad ik ook zeker aan. Je kan ook het gaslevel zien. Zeer handig. Echt heel handig dat ze dat hebben gedaan. Dan, voordat je gaat stoken kan je gelijk even kijken of het nog wel vol genoeg is. Ook dit is allemaal, ja, allemaal design en zo. Ja, dat is top man. Echt top. En dit zijn topbrandertjes. Nou, deze heb ik ook nog gekocht. Dit is een powerbank. Waarom heb ik die nou gekocht? Nou, aanstaande zaterdag, dus volgende week, is de Zena Trophy. Nou, daar ben je dus heel de dag en misschien de volgende dag ook. Nou, je wilt graag dat je telefoon altijd opgeladen is, of misschien je camera, je accu, etc. Heel handig dingetje, dus die laat je thuis op zoals je ziet hierbij in, 5 volt. Die laat je thuis op via stopcontact. En dan kan je daarmee je telefoon opladen of je camera, accu. Nou, dit vond ik wel grappig eruit zien. Hij zag er groter uit op de site, maar hij is echt heel klein. Het is wel een grappig mesje. Zeer handig om te hebben. Ik zal hem nu ook gebruiken voor unboxings, etc. Zoals je ziet snijdt hij er goed doorheen, dus dat moet zeker wel goed komen. Dan hebben we ook nog wat zonnebrillen. Nou, die laat ik even snel zien. Die had ik al eerder besteld namelijk. Nou, ik vind het vooral inderdaad dat wat ik al eerder had gezegd, dat houten design heel erg vet. Ik bedoel, dat zie je niet heel erg vaak. Het zit goed, geen splinters of zo. Bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Ik zie jullie aanstaande zaterdag bij de Zena Trophy. Chandelier from the chandelier.